bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik weer Toca Boca spelen. En zoals jullie zien, heb ik iets nieuws gekocht. En oh, ik ben super duper blij. Ik heb het moderne mainstone, oftewel het moderne landhuis, gekocht. En vandaag ga ik hem helemaal inrichten. Het huis is nog best wel nieuw. Hij is nog niet zo heel oud. Hij is heel nieuw uitgekomen. Laat ik het daarop houden. En ja, oh my god. Ja, oké. Okay, laat ik maar gewoon op oké drukken. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Oh, wat ben ik blij. Dit is niet te geloven. Oh, wat erg. Oké, we staan hier. We gaan nu naar het vaste. Oh, een nieuwe. Oh. Nee, ik ga hier neerzetten. Oh my. Hij is zo huge. Die zit daar. Hallo Noot. Hallo. Hallo. Ja, prachtig. Maar, oh, ben ik blij. Ja, nou, prachtig. Dit duurt altijd zo lang, hè. Dat vind ik echt zo irritant. Maar het leuke is, hij heeft 2 verdiepingen en 1 zwembad. Wachten maar. Heel erg lang wachten. Ja, schiet nou een beetje op, joh. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ik wil gewoon. Oh my. Wat? Oh my. Oh my. Oh. Oké, laat ik even over. Oh my god. Oh, het is zo groot. Oh my. Dat andere huis was nog wel klein en ik vond hem eigenlijk te klein, maar alsnog vond ik het een heel leuk huisje. En oh, dit huis is zo huge, hè. Oh, wauw. Ik ben echt blij dat ik deze heb gekocht, hè. Ja, nou. Oké, ik heb daar geen woorden. Mijn woorden zijn er weer, oh. Oh, oh boy. Je hebt gewoon een echte deurbel. Oh my. La 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 la. La 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 la. Oh my. Oh my goodness. Oh wat leuk. Oh wat leuk. Oh wat leuk. Oh wat. Oh. Oh, wat leuk is die. Oh, oh. Oh. Oh, dat schilderij is zo. Gordijn. 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 Een kluis. Kan dat. Oh. My. Een stofzuiger, een brullenbak. Oh, wauwie. Zo, dat ding is groot. Een champagnefles. Oh, wat leuk. Oh. Oh, ik ben echt blij. Oh, my. Oh. Oh, wauw. Wauwie, wauwie. Het moet nu gekke worden. Wat leuk. Is dat een. Dat is volgens mij een 3D-printer. Volgens mij wel. Camera's. Ja, mensen. Dit moet niet gekker worden, toch? Wat leuk. Een ring. Oh, man. Dat ding moet in de zwem. Ik heb hier echt genoeg kamers. Oh, oh, wat leuke koffertjes. Oh, wat schattig. Wat leuke lampjes. Oh, oh. Nou, laten we maar beneden gaan beginnen met. Met het maken van mijn voortuin. En dan denk ik dat ik inderdaad deze lampjes ook ga toevoegen. Die zitten ongeveer.
weer hier, daar. Waarom zijn ze daar zo groot? Serieus, ze zijn daar zo huge. En bij mij zijn ze klein. Nou, maakt het ook uit, joh. Worden ze daar groot? Oh, ze worden gewoon groot omdat ze zo ver weg zijn bij mij. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk verhaal. Super duidelijk. Zoiets, denk ik. Wat leuk, jongens. Oh, oh, wow. I'm so happy. Nou, dan doen we hier denk ik ook camerabewaking. Waar zat dat camerabewaking überhaupt? Oh, planten. Oh, die zijn leuk, mensen. Leuk. Ik wil die dingen helemaal niet daar hebben, joh. Ik doe hier en dan doe ik hier zo'n hele... Nee, dat is lelijk. Alsnog vind ik de plaat. Nee. Waarom is alles zo lelijk, joh? Eventjes kieken. Nou, het is niet lelijk, maar ja, ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Het is totaal niet lelijk. Helemaal niet lelijk zelfs. Waar zit die camera? Ik denk dat hier zo zit. Hier, denk ik. Camerabewaking. Waar zit je? Wacht, dat zit me waarschijnlijk. Nee. Oh, wat erg. Ik kan die camera vinden. Zit dat hier? Nee, waar zit die camerabewaking? Ik ben die camerabewaking kwijt. Ik moet echt nog echt gaan onderzoeken. Oh jeetje. Nee, waar zit in poepsnaam die camerabewaking? Nee, waarom zit hij bij het eten? Hij zit echt niet bij het... Oh, hier. Ja, hier moet wel camerabewaking zitten. Helemaal mooi. Die gaat weg. En ik ga denk ik hier een werkkamer maken. Echt een werkkamer. Want ja, ik plaats die daar zo neer. En dan zet ik echt zo'n bureaustoel. Maar het is gewoon zo happening als je dit hebt. Dan ben je gewoon blij. En dan zijn de wonderen de wereld uit. Gewoon heel erg, really. Volgens mij kan deze stoel ook gewoon in het echt bewegen. Daarom rolt hij nu zo moeilijk. Ja, oké, okay, zo. En dan plaatsen we daar nog iets van mijn mobiele eenheid, joh. Hartstikke leuk. Ja, maar het is een beetje raar als dat ding zo staat. Het is een beetje gek. Een beetje heel erg gek. Laat ik hier ook een... Nou, nee, ik ga hier niet... Nee. De kluis ga ik... Ik denk dat ik hier beneden de woonkamer, eetkamer en... En een chillkamer. Dit is denk ik de... Weet ik niet. Wat is dit? Dit is zo huge. Nou, we kunnen er een hele lange eetkamer van maken. Maar dat is een beetje lelijk. Waarom hebben we zoveel nieuwe dingen? Dat maakt het nog moeilijker allemaal, joh. Wat zou ik hier maken? Oh, ik heb een beeld er zo over. Wat zou ik hier maken? Ik ga deze douche... Oh my. Maar wat zou ik nou hier maken, joh? Zou ik hier een hele grote chillkamer maken? Maar is dit de, of zou ik hier de keuken van maken? Ja, dat is natuurlijk wel leuk, toch? Denk ik. Hoe groot is deze? Wat is dit? Oh, er moet een beker onder. Ga je nog uit? Of ga je nu gewoon je hele leven doorspoelen? Nou, goed, dit zeg. Ik weet niet of dat ding uitgaat. Ooit. Nou, daarom heb ik gewoon niet nieuws gepakt. Zo. Oh, wat een grote koelkast. Zo. Eten eventjes. Gewoon even wat in de koelkast neerzetten. Want als we geen eten hebben, gaan we dood. Zo. We hebben tenminste even iets. Ja, ik heb niet veel gedaan. Ik weet... Oh, wat is dit mooi, mensen. Zo, die draaien we om. En dan is dit volgens mij zo'n verhuisding. Verhuisding iets. Volgens mij, ja. Oké, prachtig. We hier allemaal... Oh, man. Ja, ik zeg heel veel, oh my god, maar het is gewoon zo. Ja, als je helemaal blij bent, dan ben je blij. Dan kan je niks meer. Oh, dit is... Oh! Oh, wat leuk. Ik heb wel genoeg kastjes, denk ik zo. Nou ja, ik heb natuurlijk altijd wel veel borden en zo bij mij. Dus dat is wel... Lucie, je gaat er niet meer uit. Je hebt nu pech. Had je er net wel moeten uitgaan toen we gingen opnemen. Ik ga hier denk ik zo de eettafel maken. En daarachter dan gewoon normale... Ja, wat zit je nou weer te mouwen? Ja, ik ga je er al uit laten. Jeetje, zurpiet. Ja, kom. Eruit. Ja, doorlopen.
Doorlopen. Sorry, ze ging mouwen en dat irriteert me ook weer. En dan kan ik ook weer niet tegen, joh. Het is echt een probleem, hè? Ja, hele problemen hier, zo. Not. Oké, nou, die is ook klaar. Oh, wat heb ik echt aan liggen? Oké, wat gaan we hier maken? Laat ik hier een gezellige woonkamer. Lekker knusjes. En, oh, laat ik dan dit zo nemen? Of zou ik zo'n bank? Dat is een beetje groot. Nou, wel leuk. Het is op zich wel leuk, zo'n grote bank. Ook zo'n grote stoel, joh. Dat past toch nooit? Laten we dan zo'n lounge stoel nemen, joh. Dat is leuk. Dan kan je lekker op chillen. Ja, en dan hebben we ook volgens mij nog tv. Wat hebben we voor tv's? Oh, dan hebben we gelijk zo'n ding. Dat is een beetje balen. Ja, dat is wel groot, hè? Ja, laten we dat dan op de kamer doen. Dan ook nu gewoon nog eventjes zo'n tv. Ja, alsnog gebruik ik echt nog wel heel veel gratis spullen. Zoals dit en zo. Want ja, ik weet ook niet waarom eigenlijk. Het is gewoon heel normaal omhoog. En ook al heb je koopdingen, je gaat altijd nog gratis spullen gebruiken. Want gratis spullen zijn ook heel erg leuk. En dan denken kinderen, ja, ik wil ook dat en zo. Ja, natuurlijk, dat ga ik je niet tegenwerken. Het is hartstikke leuk om een koopspullen te hebben. Maar nog steeds ga je gratis spullen gebruiken. Dat is gewoon zo. Dat kan je natuurlijk niet voorkomen. Oké, daar kan het dus niet. Ja, kom nou even mee, joh. Oh, wat gezellig. Zo. Laat ik hier dan ook nog eventjes wat behang ophangen. Want dat... Oh, ja. Of zo is dit, dat is nog wat leuker, hè? En dan doe ik... Kijk nou, hoe leuk! Ze hebben overal gewoon een patroontje van. Wat leuk, joh, mensen. Oh, nee, niet hele koelkast verplaatsen, ja. Koelkast mag zo blijven. Dat doen we op de grond. Doen we wel iets... Ik hou van knus en dan pak ik dit. Zo, ik hou gewoon van echt... Ik ben heel erg van het normale leven. Echt heel erg. Gewoon alle vloers... Lekker. Wat leuk. Maar een beetje lelijk nu zo. Kan je ook daar? Kan je ook boven die lift? Oh nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Wat leuk. I'm so happy. Happy. Zo. Oké, nou dat is helemaal ingevuld. Prachtig. Kan je eigenlijk ook die grond? Ik pak gewoon even. Nee, dat kan niet. Ja, maar dat is ook wel logisch. Dan gaan we weer naar mobiele dingen om hier nog even wat camera's op te hangen. Want ja, ook wij, heel eerlijk, wij hebben echt bijna door het hele huis camera's hangen. Dat is niet normaal. Ja, ik weet ook niet waarom eigenlijk, maar we hebben heel veel camera's. Dus in elke ruimte hebben wij bijna wel een camera hangen. Zo, kan die er ook de andere kant op? Nee, nou dan niet. Oké. Oké, ik denk dat ik het zo wel heb. En dan ga ik nu naar... In bouwstand. Ik weet niet of dat kan überhaupt. En als we hem helemaal hebben ingericht... Dan ga ik natuurlijk mijn poppetje in laten leven. En dan ga ik voor de eerste keer in dit huis leven. En dat vind ik gewoon superleuk. Dus. Dat. Ja, ik zit met het muntje op mijn boek. Ik lees nu dit boek, Oorlog in Inkt. Ja, ik ben heel erg van oorlog. Ik weet ook niet waarom. Oh, kijk nou, wat een luxe zwembad. Oh, wat leuk. Oh, wat het licht. Serieus, hebben hun hier de koelkast staan? Nou, als je het heel erg vindt, ga ik hier gewoon eventjes... Oh, ja, die gordijnen ben ik helemaal vergeten. Ik ben echt erg. Nou, Toele de Doki, ik hoop dat je het leuk vond om in de prullenbak te leven. Want je gaat hier toch echt even mooi niet leven, hè? Dit wordt... Oh, wat leuk! Dit wordt denk ik gewoon de slaapkamers of zo. En dan hebben we hier gewoon een heel bad en hier zit dan een muur tussen. Hier hebben we de slaapkamer, het eerste slaapkamergedeelte. Hier slapen de ouders. Dat is wel logisch. Toch? Denk ik. En een huisdier. Nou, nee. Een huisdier slaapt lekker ergens anders. Een leuk dingetje naast het bed. Een tv mogen we wel hebben. Joh, we zijn oud. Heel oud. Te oud. Zo. Te oud. Nu mogen we wel een lekker tv'tje hebben. Ook een camera. Die hele dag, hele nacht zit te koppelen. Ik hoop het niet.
zou niet zo fris zijn, toch? Nee, waarom schuift dit ding nou echt... Nee! Daar wil ik namelijk een camerabewaking hebben, joh, mensen. Wat snap je daar niet aan, hè? Nee, wat snap je dat niet aan? Maar waar zit dan in poepsnaam dat gordijn? Ik wil even dat gordijn vinden. Maar het is allemaal zo luxe. Oh ja, ik moet ook nog een badkamer. Wat erg. Oh, ik denk dat ik hier de badkamer ga maken. En dan hier echt zusjeskamer. En dan daar. Dat is erg. Ik heb geen idee, een badkamer. Laat ik hier een badkamer maken. Hier een hondengedeelte. En hier zusjes. Laat ik slapen. Kijk hoe dat er dan zo uithangt. Ja, nou ja, nog wel iets meer zo. Even kijken. Hupplakee. Zo, ja, oké, hartstikke mooi. Hier moet ik ook nog zo'n gordijn. Maar waar zit dan zo'n gordijn? Dat weet ik dus niet. Nee, waar zit zo'n gordijn? Ik moet zo'n gordijn hebben, maar ik kan nergens zo'n gordijn vinden. Oh ja, ik moet ook nog een klein ophangen. Jeetje, wat een gedoe. Oh, wat erg. Ik weet niet eens waar ik alles moet laten. Oh, hier zit het gordijn. Oké, dus bij de schilderijen. Oké, weten we dat ook weer. Hup, hier ook nog een gordijn ophangen, joh. Kan dat weer niet? Kan dat niet daar? Jawel, toch? Ja, laat het kan wel, toch? Heb je alleen dat irritante stukje, maar... Kan je er nog een gordijn ophangen? Nou, dat ziet er wel een beetje lelijk uit. Oh nee, eeuw, deze gaat weg. De doko. Ja, prachtig. Oké, bed weer terug. Zo, bed, hartstikke mooi. Hier moet ik wel een leuk printje als behang. Anders had ik dit behang ook wel heel leuk vind. Maar ik wil wel gewoon echt eventjes. Oké, ja, zo. Misschien. Oh, wat is grond? Ah, nee! Zo, en dan doen we deze. Is dat leuk? Nee, dat is een beetje heel... of dit. Nee, ik laat het lekker zo, joh. Het is anders echt is zo lullig. Ik weet ook niet. Die kinderkamer, dat mag ook wel een blauw tintje hebben, vind ik. Die dierenkamer, ja, dat moet ik even kijken. Of nee, dit werd de badkamer. Of werd dit de badkamer? Dit werd de badkamer, dus dat betekent dat die echt zo'n badtint moet krijgen, vind ik wel. Zo, dit is zo'n badtint. En dan gaan we nu de badkamer maken. Oh, wat dan? Ik vind de bad... Oh, een jacuzzi. Ja, een jacuzzi. Die gaat even weg. En dit ruit, ding, iets. Eerst ga ik even de douche plaatsen. Oké, die gaat daar. Zo, hup. Dan plaatsen we zo'n dingetje. Oh, wat leuk, joh. Je kan ook echt zo'n doorlopend ding iets maken. Dat is leuk. Nee, veel te hoog. Iets meer naar beneden. Kst, kst. Kst, kst. Ja, dat is leuker. Dat is beter. Oké, hebben we nog meer van de badkamer? Nee. Oké, nou, dan plaatsen we hier nog een wc. Ik vind wel dat ze een beetje privacy mogen. Dus dan plaatsen we die daar. Of zullen we die echt voor het raam plaatsen? Ja, nou ja, dat is wel leuk eigenlijk. Wc-ding in money? No. We pakken wel gewoon eventjes nog. Hoe ziet dat eruit? Dat wil ik dan wel even zien. Als ze zeggen dat dat zo geweldig is, dan wil ik dat wel even zien. Hoe ziet dat eruit? Oh, er hangt daar ook nog zo'n ding. Oh, er komt letterlijk geld uit. Nou, op zich is het wel leuk. Maar ik ga dat ding op een kamer plaatsen, denk ik. Want het is niet zo leuk om dat als wc-papier te gaan gebruiken. Dat is A, zonde voor je geld. Dus dat ga ik ook niet doen. Ja, dat wil ik allemaal niet. Nee, waarom? Ja, beter. Nee, beter zijn. Ik zei toch beter dat dat zo ging. Hangt dat nu nog goed? Nee, het hangt al helemaal niet meer goed. Zeur! Ja, zo is beter. Zo is het veel beter. Beter. Zo. Hup. Ja. Nou, deze prullenbak is wel een beetje luxe, hè? Nou, laat ik hem gewoon neerzetten. En een stofzuiger, dat vind ik nou leuk. Ik ga die, is een beetje groot. Een beetje heel erg groot zelfs. Zit hier dat voerding? Waar zit dat voerding voor die beest? Oh, hier. Oh, jeetje. Het wordt ook gelijk helemaal uitgetild, joh, die brokken. Kan het niet even rustig gebeuren, joh. Even
even kijken. Heb je ook nog een, echt een leuk matje voor hun? Of is dat echt alleen maar saai? Saai. Oh, hier zit die kluis. Laat ik die kluis op hun kamer doen. Ja. Schiet een beetje op, joh. Ik heb niet heel de dag de tijd. Ga opzij, ga opzij. Ja, heel beter. Veel beter. Veel 10 keer. Beter. En... Oh, letterlijk. Die gaat zo snel open. Nou, dat is gevaarlijk. Als dat zo snel open kan, weet ik niet of dat nou echt een goede kluis is. Nou, we bewaren er wel wat goud in. Zo. Zo. Hup. En een prachtige ring. Gaat in de kluis verstopt. En dan denk ik dat ook dat ding, even kijken, dit ding, of dit ding hiernaast moet hangen. Denk. Kijk. Oké, dat moet je dus gewoon intikken. Als ik het ook een beetje dom eigenlijk, hè. Ja. Oké, ik heb hier nog dit zwembad. Kan je ook echt... Oh, wat leuk. Ja, ik vind alles leuk, dat weten jullie, maar ja. Maar we hebben gewoon een zwembad voor onszelf. I don't know. Hoe is dat mogelijk? Serieus. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat? Hun had toch zo'n luxe... Ja, oké. Dan moeten we nog even wat game controller dingen iets daar. Zo, game controller iets dingen daar. Oké, dan wordt dit haar kamer. En dat vind ik het leukste dus om dat te kunnen maken. Want ik ben heel erg, vind ik persoonlijk, heel erg goed daarin. Kijk nou, wat een leuk bed, joh. Dat wil toch ieder kind? Zo'n bed. Is toch leuk? En zo'n vloerkleed eronder, joh. Hartstikke. Maar het leuke is, die kinderen hebben een perfect leven. Want wij moeten alles maken voor hun. Dan krijg je toch een perfect leven, gewoon. Gewoon een perfect leven. Gewoon een perfect leven. Ja, perfect leven. Wat is dit? Oh, eeuw. Nou, op zich is het wel leuk, maar het is wel een beetje opslottig, ding iets. Het is wel allemaal wit. Het is allemaal wit. Heel erg wit. Maar op zich is het wel leuk. Ik snap echt niet. Het is wel allemaal wit. Maar op zich is het leuk. Ik snap me echt niet meer, hè. Nou, ze houdt van schilderijen, denk ik. Hoop ik voor haar, want ik hang toch schilderijen. Heb ik dat schilderij ooit gekregen? Ik heb het schilderij nog nooit gebruikt. Ik heb het schilderij nog nooit gebruikt in mijn leven. Oké, nou, ik denk... Oh, wacht, laat ik hier ook nog wat gezellige toevoegen. Gezellige sfeer toevoegen, want het is een beetje stom. Beetje heel erg stom. Stom. Ja, wat gaan we... Oh, nee, niet nee. Nee. Ja, dat is beter. Dat is better als er even gewoon minder is erin. Dat is better. Ja, ga nou even opzij, joh. Waarom is dat ding zo moeilijk vandaag? Is niet normaal, joh. Is niet normaal. Een bankje daar. Dingetje daar. Oh, dat kan niet daar. Dat is nou jammer. Dat is nou heel jammer dat dat niet kan, hè. Ja, dat kan wel daar. Laten we toch die stoel hebben. Gaat alleen die bank zo meteen heel mooi fik. Nou ja, dan is het maar een fik toch. Laten we nu nog eventjes naar beneden gaan. Om daar nog even wat brandblussers op te hangen en zo. En ik kan dus ook nog ooit een H&M gaan maken hier. Want dat had ik dus gezien op het internet. En dan kan ik die hier ooit nog een H&M gaan maken. En dan kan ik in een ander huis gaan wonen. En dan zit gewoon mijn H&M winkel bijvoorbeeld. Of Primarkt of wat dan ook. Maar ja, dat is wel leuk denk ik eigenlijk om dat te maken. Maar dan moet ik eerst eventjes nog andere dingen gaan doen en zo. Als je van oorlog houdt, is dit dagboek 1-1 echt een hele grote aanrader. Want het is echt een leuk boek. Laat ik hier ook nog... ja, dit is de werkplek. Kunnen we hebben of zo? Kijk nou even, joh. Of dat is lelijk. Zoveel kamers heb ik nog ineens, joh. Nou, volgens mij kunnen we hacken, joh. Ziet er niet uit. Wat ging nou? Oh ja, ik ging brandblussers ophangen. Naar beneden. Helemaal mooi. Laat ik die brandblusser daar helemaal laag beneden ophangen. Oh ja, ik moet hier nog... Wat ga ik hier maken dan, mensen? Wat moet ik hier gaan maken? Ik denk dat ik hier gewoon een chillhoekje ga maken of zoiets. Anders weet ik echt niet wat ik hier moet gaan zitten maken. Helemaal naar beneden, joh. Ja,
Schiet nou even op. Ik heb toch niet heel de dag de tijd, joh. Zo. Kijk nou hoe leuk. Dit is toch een leuk verding. Ding, 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 ding. En dan moeten we hier dus nog allemaal opbergen ruimtes en zo. Daar moeten we dus nu borden, dingen en allemaal dingen neerpassen. Dus dat gaan we nu even doen. Mijn oog is moe, zo te voelen. Oh, wat een leuke glaasjes. Oh, wat leuk. Ik ben helemaal blij. Blij, 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 blij. Oh, nee. Dat gaat helemaal fout. 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 Het veelt. Waarom veelt het nou weer, joh? We kunnen ook echt helemaal niks normaal doen, hè. Zonder dat het gaat falen. Zo. Nee, we gaan geen giftrampjes toevoegen. Giftrampjes gaan voegen. Stukvoorzichtig.nl. Oh, die glaasjes zijn leuk. Heel erg leuk. Oh, maar ze kunnen alleen niet... Dat is nou jammer. Dat is nou jammer, hè. Dit is een hele luxe familie geworden opeens. Nee, waarom ga je opeens zitten inschenken? Maar dat ding kan ook echt helemaal niks, hè? Opeens gaat dat ding zitten inschenken. Kan ook echt helemaal niks. Gaat het ding nu de hele dag zitten koken? Nou, dan mag het weg. Ik heb geen zin om kokende dingen te hebben hier zo, joh. Waarom kookt het dan daar niet? Oh, ho, wait, yo. Het is op ons gericht, wat leuk. Nou, wacht. Die moet daar naartoe. En die moet daar naartoe. Die moet zo recht naar voren. Die moet daar naartoe. Die moet naar binnen. En die moet... Nee, stom ding. Daar naartoe. Oh, wacht. We moeten nog... Oh, nou, we krijgen wel post. Ooit. Ik weet ook niet wanneer. Oké. Nou, oh, wacht. We moeten nog die chillhoek afmaken. Dat is waar. Nou, volgens mij wordt het in de volgende video pas... We gaan wonen hier zo, volgens mij. Ik ga natuurlijk nog wel spelen, dus dan moet ik jullie helemaal uit gaan zitten leggen waar ik nu ben ongeveer. Want ik ga wel gewoon spelen, want anders vind ik het een beetje jammer als ik iets heb gekocht waar ik helemaal niet meer mee kan. Dus ik ga er wel gewoon mee spelen en zo. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk, joh. En even wat boeken. Laat ik ook nog even... Laat ik die leuke kast waar ik eigenlijk allemaal om ging en nog ineens heb geplaatst. Deze kast. Kan je niet zachter rijden, joh? Je verpest heel de video. Zo, nou, die langen we daar dan toe. En dan moeten we hier dus gewoon allemaal leuke spelletjes en dingetjes. En boekdingen, wauw. Ik ben echt helemaal goed in Nederlands opeens, joh. Wat ga ik allemaal plaatsen dan hier? Dit ding, dat ding. Oh ja, een 3D-printer! Ja, we hebben namelijk ook een 3D-printer. Ja, echt dom als ik dat ding niet ga plaatsen, hè. Wie wil nou weer geen 3D-printer in zijn huis, joh? Nou, ik wel. Ja, laat ik eerst even deze boeken gaan zitten plaatsen. Dan zijn we nog een half uur nog steeds bezig met boeken plaatsen. Ga jij nou ook nog eventjes goed kunnen staan? Dit boek kan gewoon nooit goed staan. Dat is een beetje irritant. Dit boek. Toen waren we dood. Hartstikke dood. Zo, ja. En dit beeldje, dat mag daar. Deze schriftdingen, die mogen, hallo, mogen daar. Dankjewel. Hé, hier staat ook nog een boek. Boek gaat eruit. Jij hoort daar niet. Ik wil hier iets anders in. Waar zit die 3D-printer? Printer. Oh, hier zit die 3D-printer dingen iets. Oh, een potlood. Hartstikke leuk. Ik heb gelijk een potlood nodig. Wat leuk. Nee, ik wil geen kibbeling. Dat wil ik helemaal niet, joh. Nee. Ik wil die bril of zoiets. Er zit volgens mij ook een bril in, dat weet ik eigenlijk niet. Een tandenborstel? Nee! Ja, dit ding vind ik leuk. Hartstikke leuk. Zo, erin. En daar. Hier die andere spullen dan maar. Maar ik ga dit weggooien, want dat vind ik hartstikke lelijk. Zo lelijk. Lelijk. Oké, je kan dus maar 5 of 6 dingen, maar printen dingen dus. En ik mis er dus. Oh ja, ja oké. Nou, het klopt weer helemaal. Ik heb nog maar 8 dingen te kunnen ding, dong, dingen, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Ik ga de
mijn familie binnen laten hier zo naar binnen. Oh, wat vind ik dit eng. Ik heb nog niet eens een lamp opgehangen. En ik moet zo'n ding nog ophangen, joh. Nou, zo, zo. En een kaarsje nog plaatsen misschien. Misschien is dat leuk, joh. Het was maar een idee. Het was maar een heel klein, stom idee misschien. Nee, daar gaan we wel. Oh, wat een leuke lamp. Ik plaats al de hele tijd lampen, wat zeg ik? Dat was echt mijn domste. Oh, wat een leuke lamp. Ik plaats al de hele tijd. Dat was echt mijn domste reactie ooit, echt. Oh, wat, waarom zweeft die lamp? Ik heb die lamp toch neergehangen op waar die... Waar komt die lamp vandaan? Even seriously. Echt, ik ben echt zo lekker bezig, hè. Oh, wat een lamp, wat een leuke lamp. Oh, een lamp, Ja, ik plaats ook echt nog niet de hele tijd lampen, joh. Oké. Als ik deze lampen daarboven heb gelangen. Als ik deze lampen daarboven heb gehangen, dan ga ik er helaas mee stoppen. Maar ik ga nog wel mee verder spelen. Maar jullie gaan helaas in een andere video, of misschien ga je nog een video kijken van mij, dat weet ik niet. Maar misschien ga je dan nog wel een video, en ik weet niet wat ik allemaal zeg. We gaan in ieder geval lampen ophouden. Waar is mijn stem gebleven? Ja, waar is mijn stem gebleven? Waar is mijn stem gebleven? Oh, wacht. Laat ik ook zo'n ding plaatsen. Dat is wel aardig voor de beesten. Ja, dat is wel aardig. Heel erg aardig. Hé, wat een leuk bankie. Wat leuk. Die ga ik ook even plaatsen. Lampen doen, toch? Ja, dacht ik ook. Nee, dat lukt niet helemaal. Daar... Ja, ik zeg tot daar. Wat een stomme lamp. Nee! Die lamp kan ook echt helemaal niks. Zo. En die lamp. We hebben wel veel lampen, moet ik zeggen. Hier een lamp. Daar zo'n lamp. Dat vind ik wel zo'n ouder type. Die hebben altijd meer dan kinderen. Maar dat klopt ook wel met zijn ouders. Ik weet ook niet hoe. Ja. Oh, hier is dat ding. Ik zag dat ding. Oké, de familie die wordt binnengelaten, dus ze moeten weer naar beneden. Wanneer je jezelf net even te hard slaat. Arm hoofdje. Ja, ze is een schermpje, daar kijkt dit naar. Ja. Ik vind het zo raar om in een camera te kijken, maar ja, dan kijk ik wel naar jullie. Oh, jee, naar beneden. Laat ik nou ook. Ik heb nog geen. Heb ik glazen? Nee, ja, wel, ik heb wel glazen. Maar joh, dit ding begint te shaken. Waarom begint dit ding? Is het een, wat is dit? Oh! Oh, dat is leuk. Dat is een vaatwasser. Oh, dat is leuk. Ik wist helemaal niet dat we een vaatwasser hadden, joh. Dat ding begint te shaken. Kijk naar wat een leuke familie we hebben, joh. Is dat moeders? Oh nee, dat is het kind dat alles deed. Dat is waar. Ik ga dat hele verhaal opnieuw opstarten. Want ik ga ook dus gewoon een moeder maken en zo. En ja, het verhaal gewoon opnieuw opstarten. Ze zijn binnen in hun prachtige villa huis. Wauw. En ja, misschien tot de volgende keer. Ooit nog. Abonneer op dit kanaal. Geef een duimpje omhoog. En abonneer. Klik op het belletje en blijf je altijd op de hoogte van mijn video. En tot de volgende video. Doei doei jongens. Doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk.
Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!